Goedemorgen, broeders en zusters. Welkom als u thuis meekijkt en luistert. En ook welkom aan de mensen hier ter plekke. Met een kleine bezetting zijn we weer voor het eerst in dit kerkgebouw aanwezig. We hopen op een mooie dienst met elkaar tot eer van onze God. We beginnen vandaag met het zingen van het Votum van Sela. Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. We zingen met elkaar als eerste lied opwekking 697. Ik zeg we zingen met elkaar, maar u mag meezingen in uw hart, ook als u thuis bent. En Sylvana zingt voor ons met de band. Wat ik ben, leg ik in uw hand. Ik geef mijzelf volledig. Mijn leven rust in de palm van uw hand. Ik ben van u voor eeuwig. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing,
zo wandel ik heel dicht aan uw zij, ook in mijn pijn vertroost u mij. En ik vertrouw op wat u belooft, uw woord staat vast voor eeuwig. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw. We gaan ons ook in gebed toevertrouwen aan onze God. Heer onze grote en machtige God en Vader, het is heerlijk om hier weer bij elkaar te zijn. Dank u wel dat u ons verenigt, hier ter plekke met elkaar en ook via het beeld thuis. Dank u wel dat we met elkaar zo dit mogen beleven. U de eer brengen, u dienen met elkaar in wat we zingen, in wat we lezen, in wat we luisteren. Heer, dank u wel dat u ons dat geeft. Dank u wel dat we opnieuw een dienst mogen hebben waarin we mogen terugdenken aan uw geest. Hoe u uw geest hebt uitgestort over alle mensen. Dank u wel dat we van daaruit mogen leven. Dat die geest ons hier heeft gebracht. Tot eer van u. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u de geest die u van uw Vader hebt gekregen aan ons hebt doorgegeven. Dat u uw geest aan ons geeft, zodat we u mogen leren kennen. En de liefde die u voor ons hebt, de liefde van waaruit u naar deze aarde bent gekomen, om ook mens te zijn zoals wij. Heer, wilt u geven dat we iets daarvan deze dienst ook mogen zien en mogen beleven. God, raak ons aan. Raak ons hart. En geef dat wij gesterkt en met goede moed weer verder mogen gaan in het leven dat u ons geeft. Hoe dat er ook uitziet. We leggen ons in vertrouwen
bij u neer. Ons leven is bij u veilig. Amen. We lezen opnieuw uit Handelingen 2, daarvan vers 32 en 33. Dat is een gedeelte uit de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die geest heeft Hij op ons doen neerdalen en dat is wat u ziet en hoort. We zingen uit Gezang 89, vers 1 en 3. Vandaag spreek ik verder over Pinksteren, deel 2 van het vierluik over oogst. En vorige week sprak ik over het oogstfeest. En naar aanleiding daarvan noemde ik Pinksteren een feest van wederkerigheid. God en mensen geven en ontvangen. God en mensen worden samen blij van Pinksteren. En vanmorgen spreek ik over de opbrengst van de oogst. En die heb ik kort vorige week benoemd als nieuw leven. Mensen krijgen de geest van God. Maar God krijgt ook dank en eer van mensen. Mensen leren het nieuwe leven te leven. En God krijgt door dat nieuw geleefde leven zijn schepping terug. Mensen ontvangen God en God ontvangt mensen. Nou, die gedachte dat
God en mensen samen de vruchten plukken van Pinksteren, dat vormt ook de basis voor de overdenkingen van vandaag en ook die van komende week. Ik spreek vanmorgen vooral over de oogstopbrengst voor mensen. En de oogstopbrengst voor God, die benoem ik even kort aan het eind. En komende week hoop ik daar dan weer op door te gaan. Vanmorgen draait het dus vooral om de vraag, wat levert Pinksteren ons eigenlijk op? Nieuw leven. Dat is kort en bondig wat Pinksteren voor mensen betekent. De uitstorting van de geest levert gelovigen nieuw leven op. Nou, nieuw veronderstelt oud. De geest brengt iets nieuws. En wat er was, dat heet nu oud. Er verandert iets wezenlijks. Het bestaande wordt vervangen door iets anders. Nou, met nieuwjaar bijvoorbeeld is het oude jaar geweest. De ene dag, oudjaarsdag 2019, zit je nog midden in het proces van lijstjes en terugkijken. En na één kort nachtje slapen zeg je op nieuwjaarsdag 2020 gerust, dat is zo 2019. Nou, zo vervangt de geest het oude leven door het nieuwe leven. Maar tegelijk blijft heel veel ook hetzelfde. Het andere bouwt voort op iets wat al bestaat. Oude kranten bevatten geen nieuws. Maar nieuwe kranten bevatten wel degelijk heel veel oud nieuws. Want wat je vandaag in de krant leest, heb je vaak al weken geleden aanzien komen door wat er toen in de krant stond. Nou, zo bouwt het leven door de geest voort op het oude. Er zit dus een breuk tussen oud en nieuw leven. En tegelijk zijn het nieuwe en het oude leven met elkaar verbonden. Nou, Lucas, de schrijver van Handelingen, maakt dat zichtbaar door te vertellen van de symbolen van wind en vuur. En vorige week had ik al beloofd om daar wat meer over te zeggen. Allereerst, de geest maakt zich kenbaar door wind. En dat begint al aan het begin van de wereldgeschiedenis. Volgens de magistrale woorden van Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en dood en duisternis lag over de vloed. Maar Gods geest zweefde over het water. Het oude was woest en duister. Maar er staat wat te gebeuren. De geest van God zorgt voor een explosie van leven. Leven van boven in de lichte lucht tot diep in de duistere zee. Van het zonovergoten oppervlak van de aarde tot ver in de donkere bodem. En als God dan zijn meest gewaagde plan ontvouwt, lijkt heel de schepping de adem in te houden. God brengt de mens tot leven, een beeld van zichzelf. Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Dode materie krijgt een ziel, een geestrijk bestaan door de wind van Gods adem. En in Gods speciale aandacht voor de mens zie je dat hij God na aan het hart ligt. Mensen zullen de schepping voorgaan
in het leven van het leven. Wat een verschrikking dat juist die voorganger dan kiest tegen de levendmakende God. Gods schepping wordt teruggeslingerd in de chaotische duisternis van voor de explosie van leven. Maar God reageert ogenblikkelijk. Hij beschermt het leven door de levensadem van de mens terug te eisen. Door de gevallen mens de toegang tot de boom van het leven te ontzeggen. Weg uit het paradijs. Door zondige mensen te laten sterven in de zondvloed. Door de dood paal en perk te laten stellen aan wat mensen tijdens hun bestaan kapot kunnen maken. En tegelijk geeft God de belofte van nieuw leven. Eens zullen mensen weer vrij adem kunnen halen. Vanuit de chaos van zonde en gebrokenheid schept God een nieuwe levensorde. Hoor je de wind? Voel je de tomeloze energie van de adem van God? Pinksteren. Ieder hoekje en gaatje van de ruimte wordt gevuld met Gods geest. Mensen krijgen opnieuw de geest. Maar deze keer doet de schepper er nog een schepje bovenop. Niet de wind van de levensadem, maar Gods eigen geest wordt de mens ingeblazen. Met spectaculair resultaat. Mensen ademen Gods geest in en het leven barst uit hun voegen. Ze krijgen adem om te vertellen van wat God doet. Ze loven en ze prijzen God. Eindelijk krijgt God de eer die hem als schepper toekomt. Het symbool van de wind is verbonden met de wereldgeschiedenis. Waar de wind van Gods geest waait, wordt alles anders. Wat gebroken is, wordt geheeld. Wanhopige schepsels krijgen hoop. Dood wordt leven. En wij kunnen nu tegen elkaar zeggen, dat is zo pre-Pinksteren. En tegelijk blijft ook veel hetzelfde. Want de mens wordt gevraagd de schepping opnieuw voor te gaan in het leven van het nieuwe leven. Het leven van het allereerste begin breekt opnieuw door om nooit meer te verdwijnen. God houdt vast aan zijn plan, schept het oude als nieuw. De geest van God laat zich ook zien in vuur. En wel vanaf het begin van de geschiedenis van Israël. Als het volk God door God bevrijd wordt uit Egypte. In Exodus 13, vers 22 lees je: overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, 's nachts de vuurzuil. Wolk en vuur. De geest van God gaat voor Israël uit, beschermend voor zijn volk, dreigend voor tegenstanders. Dat is wel een dingetje, denk ik. Gods geest brengt vuur naar de wereld. Heilige liefde. Zo vurig dat ze soms angstaanjagend kan zijn. De Israëlieten die zeggen tegen Mozes, praat jij maar met God, want wij durven het niet. Al die bliksem, donder, dat vuur, die rook. Nou, die spanning is heel het Oude Testament voelbaar. Gods vloek en toorn staan op de voorgrond. Ten koste van de liefde. Zichtbaar doordat de meeste volken op aarde
God niet of nauwelijks kende. En het volk dat hem dankzij de wet van liefde wel kende, riep daardoor uiteindelijk juist vloek en toorn over zich af. Tegelijk is het vuur van Gods geest wel degelijk te zien in het Oude Testament, in Gods liefde en zorg voor zijn volk, in de leiders die met zijn geest werden gezalfd, in de belofte dat Gods geest ooit uitgestort zou worden op alle mensen. Als je de vlam van de geest ziet, als je zijn vuur voelt branden, dan ervaar je de vervulling van de oude belofte van vernieuwing. En heel veel in het Nieuwe Testament is daarom hetzelfde. De rode draad, dat wat altijd blijft, is Gods liefde voor mensen. Die liefde begint bij zijn volk. Gelovigen komen allereerst en allermeest voort uit het volk Israël. En de standaard van dat volk, samenkomen, bidden, onderwijzen, liefde delen, God loven en eren, wordt de standaard voor de nieuwe samenleving van gelovigen, de gemeente. En tegelijk verandert er ook heel veel. Met Pinksteren neemt het nieuwe leven het voortouw. Gods liefde treedt op de voorgrond. De reële dreiging van vloek en toorn, die blijft wel, maar op de achtergrond. Alle volken mogen God leren kennen. En allen die Jezus Christus aanvaarden als Gods wet van de liefde, leren de verlossing kennen en leven. En veel wordt dus ook omgekeerd. Zichtbare tekenen aan mensen worden niet zichtbare tekenen. De lichamelijke besnijdenis wordt geestelijk, een besnijdenis van het hart, door de vlam van de liefde. En de dreiging van de eis van de wet wordt de rust van het geloof, een vlam van hoop. En omgekeerd leiden die niet zichtbare hoop en besnijdenis van het hart samen weer tot zichtbare vlam van liefde. Jezus Christus heeft van zijn Vader de geest ontvangen, lazen we. En die geest heeft hij op ons doen neerdalen en dat is wat u ziet en hoort, wind en vuur. Nieuw leven dus voor jou en mij. Maar wat heeft God daaraan? Nou, bij die vraag hoort wel een disclaimer als waarschuwing vooraf. Ik ben mens zoals jullie allemaal. En de gedachten van God zijn ook mij te wonderlijk. Maar tegelijk heeft God ons door de Bijbel wel degelijk een inkijkje gegeven in zijn gedachtenwereld. Hij maakt zichzelf zichtbaar en kenbaar. En daar grijp ik dus ook op terug. Door zijn geest aan mensen te schenken, krijgt God de eer die hem toekomt. Want mensen worden geïnspireerd. Ze loven, ze prijzen hem. Ze leren anderen lief te hebben. De mens keert terug naar hoe hij bedoeld was. Door zijn geest aan mensen te schenken, eert God ook zichzelf. Hij blijft trouw aan zichzelf door trouw te bewijzen aan een gebroken schepping en die weer heel te maken. Wie van ons zou ooit zoiets doen? Heel maken wat je zelf niet kapot gemaakt hebt. Wie wil dat? Wie kan dat? Alleen de geest van God. En door zijn geest aan mensen te schenken, wint God heel zijn schepping terug. De eerste oogst,
die is binnengehaald. Israël wordt ingezet om de rest van de oogst ook binnen te halen. Israëlieten zowel als heidenen. God blijft zo trouw aan zijn belofte, aan Abraham, stamvader van Israël, en aan Adam, stamvader van heel de wereld. Komende zondag hoop ik hier nog wat uitgebreider op terug te komen. Maar voor nu wens ik jullie toe dat je geniet van wind en vuur, zichtbare symbolen van het nieuwe leven door de geest. Wie bedenkt zoiets? Heer, wat bent u een wonderlijke, verrassende God. U narekenen, dat lukt ons niet. Maar vertellen van wat u hebt gedaan, dat doen we wel. We genieten van wie u bent. Amen. We zingen opwekking 788. Wees welkom, Geest van God. Drukte ons omgeeft om bij u te komen.
Het nieuwe leven leven, hoe doe je dat? Alles wat er in de Bijbel staat komt neer op: heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En heb uw naaste lief als uzelf. U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld. Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen. Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken. Niet dat we vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht, een glans die ook weer verdween. Zal dan wat de geest brengt niet nog groter luister hebben? 2 Korintiërs 3, vers 3 tot en met 8. We gaan met elkaar bidden. Dat doen we door het zingen van het laatste lied van deze dienst, het Johannes de Heer lied 132. Maar eerst zal ik bidden voor dat wat er uit de gemeente naar voren is gebracht. En daarbij denken we aan de examenkandidaten. Van sommigen weten we al dat ze uitslag hebben gehad, anderen wachten nog. We zullen hen aan God opdragen. En ook danken we met Jan en Harma Posma en hun kinderen, dat zij 35 jaar getrouwd mochten zijn afgelopen week. We zullen met elkaar bidden. Heer onze God, dank u wel dat u voor ons zorgt. Dank u wel dat u de afgelopen tijd voor ons hebt gezorgd. En dat het niet uitmaakt wat er gebeurt, wat ons overkomt, hoe we bezig zijn en hoe we verrast worden door sommige dingen of overvallen worden door gebeurtenissen. U bent er altijd en u bent altijd dezelfde. Daar danken we u voor. Dank u wel dat Jan en Harma de afgelopen week 35 jaar getrouwd mochten zijn en dat ook hebben gevierd. Dank u wel dat u zo lang al hen aan elkaar hebt gegeven en dat zij veel zegen mogen ervaren in hun huwelijk. Dat ze gezegend zijn met kinderen en ook met kleinkinderen, recent nog. Heer, wat mooi dat ze dat ook kunnen delen met ons als gemeente, als geheel en ook met andere gemeenteleden die pas opa en oma zijn geworden. Dank u wel, Heer, dat u dat geeft, dat het leven verder gaat. Ook daarin zien we uw hand. Dank u wel dat u zo voor ons zorgt. Heer, dank u wel dat kinderen die opgroeien ook steeds groter worden, steeds meer mogen doen, ook op school. Er zijn er die examen hebben gedaan. Dank u wel voor hen die zijn geslaagd. We noemen Danique Blok. Dank u wel dat u haar dat gegeven hebt.
Wilt u ook zijn met hen die nog wachten op uitslagen? Harold Mulder en ook Caroline Datema. Wilt u hen kracht geven om de zenuwen te bedwingen? Heer, wilt u hen rust geven in u en in uw zorg voor hen? Wilt u zijn met allen die ook examen hebben gedaan en die hier niet genoemd worden, die geslaagd zijn of misschien wel gezakt, of die nog wachten op een uitslag? Heer, wees met ons allemaal en help ons om ook te steunen daar waar dat nodig is. En geef dat we nog met veel mensen feest mogen vieren over dat wat er is gepresteerd. Heer, wilt u zo met heel onze gemeente zijn, bij alles wat er gebeurt? Wilt u ons bewaren in uw hand? Wilt u zijn met alle christenen hier ter plaatse, over heel deze wereld? Wilt u zijn met onze broers en zussen thuis, onze broers en zussen in de PKN en onze broers en zussen overal in heel dit land? Wij vragen u dit alles. Wij danken u. In de naam van Jezus. Amen.
Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.